Een mooie regio derby op de Bongert. Barendrecht tegen Jong Sparta. Het verschil is 5 punten in het voordeel van Barendrecht. En Barendrecht heeft ook deze Joey Jongman. Prima ingeschoten, 34 jaar, maar hij kan nog altijd op volle toeren mee. Jong Sparta, een beetje aangepast elftal voor Jef Stans. Sparta speelt tenslotte thuis tegen Almere City. En daar is de gelijkmaker. En laat het nou weer die Jongman zijn die zich hier een prima box-to-box speler laat zien. Maar uiteindelijk hier natuurlijk wel ongelukkig is. En zijn eigen doelman, Bradley van der Meer, verrast. Barendrecht heeft 2 nederlagen geleden. Het begon zo goed aan de competitie. Het moet dus wat laten zien. En dat doen ze. Hier is Bram de Bruin. Hij kwam over van Rijnsburgse Boys voor de goals. En daarin stelt hij zijn coach, Leen van Steensel, niet teleur. Dit is nummer 5 al van dit seizoen. Dan zou je zeggen, want we zijn nog altijd in de eerste helft. Het is weer de beurt aan Sparta. En dat is zo. Dit is Santos. Aannemen, even kijken waar de doelman is, het bekende blaasje in het voetbal en dan binnenschieten. En zo is het publiek de grote winnaar op de Bongert, want na 35 minuten al 4 goals gezien en staat het dus 2-2. We gaan richting de rust als Jongman hier komt en uiteindelijk de bal terechtkomt bij de andere man met de lage sokken, Drekshagen. En ook die weet de goal dit seizoen zeker te vinden. Het is zijn 6e van dit seizoen. En Barendrecht staat nu voor de 3e keer in deze wedstrijd op voorsprong. Nog altijd in de eerste helft. Weer Barendrecht en weer een doelpunt. Bram de Bruin met zijn 2e. Hij brengt zijn totaal nu ook op 6. En Barendrecht laat geen spaanheel van Jong Sparta. Bijzonder hoe het elftal van Van Steensel zich hier manifesteert. Het gaat nog even door, want hier... Hij is eigenlijk net in het veld. J.K. Chupu, normaal gesproken bij de onder 23. Nu in het elftal van Van Steensel en staat dan op de goede plek. Dat hij een neus heeft voor de goal, dat wisten ze in Barendrecht al. Het is dan 5-2. Het slotakkoord komt hier. Rook, niet heel sterk. Veel sterker deze invaller Jesse Bal in de 88ste minuut. De eindstand in het voordeel van Barendrecht. 5-3 tegen Jong Sparta. En dit is de laatste goal van Jesse Bal.